Barcelona, waar we mijn zusjes gaan zien. Zo. We zijn aangekomen op Schiphol. Het is, hoe laat is het inmiddels? Het is 4 uur 's nachts. In deze tijd horen we te slapen. Maar wat doen we? Eten, wachten. Vliegen om 7 uur naar Barcelona. Een hele goede morgen. Het is donderdag 7 april. En het is ongeveer 6:30. Vandaag komen Naomi en Sarah ons opzoeken in Barcelona. En zij denken dat zij gaan naar het vliegveld. En ze komen straks en dan gaan ze naar hun appartement. Of ze gaan naar het centrum van Barcelona. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar zoals je aan onze ogen en hoofden kan zien, is dat was niet heel vroeg. Dat was niet. En wij gaan dus ook een beetje vermomd. Nou, dit is Donnie's een vermomming. Wat denken jullie? Zou die herkenbaar zijn of niet? Zo van de onderkant zou ik het niet meteen zeggen. Want aan de bovenkant is je net een kabouter. Tersa, verkleed als man. Wacht even. Verschrikkelijk, Tersa. Lijk ik nu op mezelf? Nee. Gelukkig niet. We zijn on the road. En we hebben dus een bordje. Die gaan we dan zo ophangen. En we hebben natuurlijk mondkapjes op, dus dat helpt ook. Nou, we zijn op het vliegveld. Het was echt 3 rondjes gegeven voordat we een parkeerplaats konden vinden. Omdat het super onduidelijk is hier. Bijna 9 uur. 9:10 komen ze aan. We moeten zorgen dat we op tijd staan. Nou, we staan klaar met ons bordje. Wij zijn in de enige echte Tedbus. Sarah, waar ben je? Oh, leef je nog? Lekker man. En ja hoor, natuurlijk moesten Tirza en Donnie ons even pranken op het vliegveld. Want we wisten niet dat hun er zouden zijn. Zo, wij gaan even lekker lunchen. En daarna gaan we lekker naar... Goed, want het is mooi weer. Beach party. En het is eindelijk warm. Eindelijk. Waait weer. Niet zo lekker op het strand. Nou, borrel, vanlifestyle. Lekker eten. Moeten we natuurlijk wel Sarah en Naomi even meenemen in onze vanlife leven. Ook heel veel groenten. Uh-oh. Lekker, nee hoor, lekker, lekker, jam jam. Wat vind je van de empanadas? Heel pittig. Wat vind je van de augurkjes? Nou, misschien ook niet. Wat vind je van de asperges? Als ik even een cijfer tussen de 0 en de 10 moet geven, zou ik het een 6 geven. Ik vind het niet per se heel lekker. Wat is dat nou weer? Maar het is ook niet heel vies. Ik denk dat ik toch voor de pistachenoten ga. Heerlijk. Heerlijk, pearly. Wat vindt Sarah van de asperges? Ik wil dat Sarah een rammelpakket heeft. Sarah heeft nog steeds niet geprobeerd. Wat vindt Sarah van de augurkjes? Augurk was lekker. Dat is heel fijn. De conclusie is dat deze 2 kinderen nog niet voldoende opgevoed zijn. Ah, hallo, hé. Hey. Omdat het asperges niet leidt. Hallo, wij moeten ook leren om fanlijven. Met je stoere praatjes. Laat mij het gewoon niet lekker vinden. Maar over 5 jaar vinden ze dit wel lekker. Want 5 jaar geleden vond ik dit ook niet lekker. Goedemorgen. Het is vandaag
vrijdag 8 april. En vandaag gaan wij het park Güell bezoeken. Oké, nou mooi. Vroeger deed ik met mijn broertje samen, deden we wel eens zo'n skatespelletje. Kon je ook door het park heen skaten. Ik ben wel heel benieuwd of dat hetzelfde is. Niet doorheen praten door mijn verhaal. In het spel kon je dus zeg maar met je skateboard over deze muur heen grinden. Nee, wegwezen. Nee. Wow, wat een coole poppetje. Hier zit hij. Hier. Wat is dit? Steun Donnie op Giro 555. Hij heeft het ontzettend zwaar met drie vrouwen om zich heen. Dit kan niet. Dit is veel te grof. Hij wordt gegeten door enge beestjes. Verder dan 20 meter verwijderd van de camper. Ja. Dan gaat dat zendertje af en dan krijg je een schok. Nee joh. Nee dat? Wat heb je nou over Johnny? Ja, hij vertelt dan een verhaal over dat hij vast zit aan kettingen met de camper. En dat hij schokjes krijgt als hij te ver van de camper weggaat. Dit is niet goed hoor, deze gaat hier jongens. Eerst wilde ze een grote camper, maar alleen maar zodat ze mij in een grotere kooi kan stoppen. Ga aan de kant en moet op de foto. En jullie praten doorheen, er wordt het alleen nog maar erger van. Nou, het is hier best wel druk. Dus als je hierheen gaat met mooi weer, bereid je je daar dan op voor. Nou, hetgeen waarvoor ik al bang voor was, het is dus uiteindelijk wat gebeurd. Iedereen moet naar de wc en ik sta met alle spullen. Dikke camera om mijn nek, tassen hier, zo gaat dat. Lekker gezellig met z'n allen weg. Wat was er nou net gebeurd? Ze denken allemaal dat wij nu famous YouTubers zijn. Tekening gemaakt voor Donnie. Ja, ik heb ongeveer 50 handtekeningen uitgedeeld. Straks is die jongen bekend. En dan beginnen ze allemaal, frukkedion. Het wordt steeds groter. De groep wordt steeds groter. Donnie is famous, jongens. Hoeveel scherpstelpunten heb jij eigenlijk? Ik heb er twee. Eén, twee. Ja. Ik heb nog deze ook nog. Hoeveel scherpstelpunten hebben jullie? 1, 2, 3. Wij zijn op een hele, hele, hele toffe plek. Een vegan junkfood bar. Alles vegan! Super lekker. Meer in de peri. Het smaakt gewoon hetzelfde als vlees. Mm. Ik weet het niet, maar ik eet geen vlees, maar dit. Alsof er een engeltje op je tong. Het is vandaag mijn eerste dag alleen zonder Donnie, sinds dat we de reis zijn begonnen. En ik mis hem heel erg. In de tussentijd dat Teersa en Naomi en Sarah Barcelona zichzelf aan het vermaken zijn, ben ik hier hard aan het werk. Wij hebben vandaag een leuke zussendag. Ja. En hoe voelen we ons? Waar zijn we? In Park Montjuïc. En we gaan zo meteen op de kabelbaan. 32.000 trappen hebben we opgelopen. We zijn nog niet gewend aan traplopen. De deur was, de hendel aan de binnenkant werkte niet. Deur opengemaakt en dat weer gefixt. Wij hebben even winkeltjes gekeken hier in Barcelona. Allemaal heel veel te duur. We zijn op die hele mega drukke winkelstraat geweest. En we gaan zo meteen op de kabelbaan. En Naomi wil graag met de kabelbaan. En Donnie is ondertussen de bus gaan het verven. Ik heb de bus opnieuw bijgeverfd. Er zaten wat roepsplekjes in. In de kabelbaan. We gaan in de kabelbaan. Ik heb Teersa de eindelijk van overtuigd om in de kabelbaan te gaan. Jongens, ik ben ontvoerd door Naomi en Sarah. Ik moet onder dwang in de kabelbaan en ik heb hartstikke hoofdpijn. En Donnie zit lekker thuis. En achterin was een klepje weer gebroken van de stopcontact. Ik weer vastgelijmd. Een beetje bang. Kijk, de bus ziet er hartstikke mooi uit. Ze heeft het zo naar haar zin met ons. Ze heeft het zo leuk. Daar zijn we niet meer hoog. Dan durf ik wel te kijken. Zoals je hoort is het hier heel gezellig. De hele dag heel veel muziek, drukke kinderen. Alles wat je maar kan bedenken op een Spaanse camping. Hartstikke leuk. Report out. Over en sluiten.
Goedemorgen. Het is vandaag zondag 10 april en het is de vierde dag met Sarah en Omi. We gaan vandaag lekker weer terug naar de stad. Shoppen! Nee, we gaan even op Gaudi's speurtocht, inclusief de Sagrada Familia. Ik ben er weer bij en dat is prima. Nou, Donnie is ook weer mee vandaag hoor, en hij heeft er helemaal zin in. Het is wel handig hè, dat ik dit ding aan mijn arm heb. Dan kunnen die boefjes hier niet van mij stelen. Dit is Casa Batlló en is gemaakt door Gaudi. Batlló? Casa Batlló. Dit is weer jammer hè. Nou mensen, willen jullie even niet met die vuisten door het beeld? Wow! Door mijn mooie... Nou, dan komt die vieze toeristenbus weer ervoor langs. Naomi, wil je iets meer die kant op? Want ik heb jou precies jouw hoofd op de film. Wat is dat, Thiers? Is dat Bumblebee? Bumblebee! Niet te dichtbij, want dan gaat hij geld vragen. Ga je ook mee, Naomi? Ja. Vind je het nog leuk? Ja. Ja? Wat vind je van deze kerk? Ja, echt zo mooi. Voor 2 minuten. Oké, ik wou alleen even zeggen 3 keer raden waar wij nu zijn. En dit is geen reclame. Oh, jawel reclame, maar dit is no spam. We vonden het zo lekker de eerste keer dat we nu de rest van de kaart gaan proberen. Dat je het weet, dat Donnie wou hier heel graag eten. En die wou nergens anders eten. Ja, ik snap dat je dat zegt, maar ik voel me eigenlijk een beetje gedwongen. Wat zei je net, Donnie? Nou, ik zei eigenlijk... Camperleven tot wel het beste leven tot nu toe is. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld dat je vrienden hebt van. Nee, mijn vrienden. Waarschijnlijk ook een beetje huilen als wij weggaan. OMG, wat is dit allemaal lekker? Als ik eerder mag eten, dan stoppen we gewoon met die vlog. Goedemiddag. Ja, maandag heel veel vrienden met Eerste. En we staan op de camping in Spanje. Hoeveel uren hebben we nog? Nog. Tony Mugula. Nog 5,5 uur. En wij gaan vandaag even een lekker spelletje spelen. En ik ga lekker op de wc zitten. Wat vinden jullie daarvan? Wij spelen nu het familiespel, wat alle families, alle verhoudingen op spanning zet. Ja. Monopoly kaartspel. Echt een aanrader. Ja, echt geen recommend. No spawn. Oh, wij hebben gisteren... Doe je nou Teresa stem na? Ja, waarom? Wij hebben pas deze gekocht. No spawn. Dit is Sarah. Alleen maar op de paparazzi, nee. Het was de laatste avondmaal samen. Hoe voel je je daaronder, Sarah? Maar we hebben wel een lekker avondsmaaltje. Niet doen, niet dat simpele gezichtje. Oh, kom maar hier. Die hadden wij gisteravond in gedaan. Nou, het moment is daar dat we afscheid gaan nemen. Doei schatjes. Doei. Ik kan helemaal niks zien. Dank voor het kijken naar deze leuke vlog. En Terzo noemt me nu doof. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar ons avontuur in Barcelona. Ja, inderdaad. En vergeet niet te abonneren. En like je omhoog. Laat in de comments weten wat jullie van deze vlog vonden. En druk op het belletje. Ja, notificatie aan. En alles. En alles.